snoe, dat halvend land van waar zuurstil te dromen ligt. De reurde of daar zie je ook niks gebeuren, of het is van Tinaal die door begroven ligt. Geen zwemkommen of geen overs. Twee voorten, dat is al, waar de moer kan liggen stinken, gelijk een vinnen verkenstal. Heel, heel, heel graag wonen we hier. De mensen zijn gezellig. Iedereen kent elkaar een beetje. Ik vind het een uitstekend mooi dorp. Mooier dan het dorp waar ik nu woon. Maar ja, ik ben hier. Ik ben mijn vrouw gevolgd in, waar we gaan wonen zijn in Puivelde. Dus ja, ben ik daar maar gebleven. He. Sinaai is de groene long van Sint-Niklaas. Een prachtig dorp dat nog bij vele mensen onbekend is. De landelijke gilde van Sinaai zet vanaf eind april haar dorp in de kijker. Met een reeks van activiteiten laat ze iedereen kennis maken met het dorp. De vele verenigingen zwengelen het samenhorigheidsgevoel tussen de inwoners aan. Het leeft ook nog heel erg als een dorp. Hier zijn heel veel activiteiten en als er iets te doen is, komt iedereen ook wel op straat. Het leeft hier heel goed. Ja, vooral in het weekend. Cafeetjes zitten hier geregeld goed vol. Ja. Iedereen hangt hier nog een eigen akkoord. Het is een gemeente dat goed leeft, dus... We hebben nog goede kapekers, we kunnen een pintje drinken op ons gemak. Sinaai heeft veel mooie plekjes. Iedereen in het dorp heeft zijn eigen favoriet. De boom. De boom wordt aan het zicht. Als ik sta te strijken boven, kijk ik naar de boom en alles is oké. Er zijn zoveel mooie plekjes. Hè. Je hebt hier heel veel natuur ook nog. Je hebt bijvoorbeeld het Boskapelleke, dat is echt heel stil gebied. Je hebt hier de Dries, die ook uniek in zijn soort is. Een heel groot groen plein in de kern van een dorp. Dat is iets dat je niet snel terugvindt. Goh, ik denk de kanten van de Moervaart zijn zeker en vast mooi, het stiltegebied. Ik denk dat dat iets is wat je moet leren ontdekken, want je woont er. Maar als je er niet echt passeert, valt het niet echt op. Maar het is zeker en vast de moeite om eens te gaan kijken. Op donderdag 1 mei staat er een sneukeltocht op het programma. Je kan dan met de fiets langs de meest idyllische plekken van het dorp. Ja, wij zijn een echte snoeners. Wij zijn geboren op den Dries. En wij hebben altijd gewoond op den Dries. Ik zou hier nooit niet willen weggaan. Maar ik kan ook niet zeggen wat het speciale aan is. Dus iemand die hier komt wonen, die zal altijd zeggen... Hier moest ik al 10 jaar gewoond hebben. Maar wat dat is, dat weet ik niet. Ik woon hier heel mijn leven niet. Ik ben hier nog nooit niet weg geweest. Ik zou hier nooit niet weggaan, denk ik. En kom waar dat je wilt, de snoeners alle molen, in Brussel of in Gent, de kansen aan een tolen. Dat is een gedichtje van Clement Vermaren, over snoer. Momenteel loopt in de jeugdbib aan het Heimanplein de tentoonstelling Al Boekzoek. In deze tentoonstelling komen allerlei thema's uit jeugdliteratuur aan bod, over Marokkaanse en Turkse cultuur. Iedereen kan de tentoonstelling vrij bezichtigen tijdens de openingsuren van de jeugdbib. Jongeren tussen 8 en 14 verkennen de tentoonstelling aan de hand van leuke vragen en opdrachten. Spring dus zeker eens binnen in de jeugdbib voor 25 mei en droom weg tussen Marokkaanse en Turkse voorwerpen en een schat aan boeken in een leuk, kleurrijk Arabisch decor. Op het grondgebied van Sint-Niklaas zijn hoogtechnologische bedrijven gevestigd. Luxafoil maakt zonnewerende folie. Vanuit de vestiging op het Oostjachtpark in Sint-Niklaas vertrekt de folie naar de rest van Europa. Eerder bekleedde dit bedrijf al 3000 vierkante meter van het gebouw van de Europese Commissie voor Milieu. De folie wordt dus aan de binnenzijde van de beglazing aangebracht en heeft dus een dubbele werking. Gaat dus enerzijds dus in de zomer dus de warmte voor meer dan 90% gaan buiten houden. In de winter daarentegen gaat hij dus de thermische isolatie van die beglazing enorm gaan verbeteren. Dat zorgt voor een energiebesparing van 20-25%. Goed voor het milieu dus en je voelt het ook in je portemonnee. De folie bestaat dus uit polyester die zeer dus transparant is. Met daarin dus 5 lagen edelmetaallegeringen. Die dus de infrarode warmte of de warmte van de zon gaan reflecteren. Ook particulieren kunnen bij Luxafoil terecht. Er zijn in België honderdduizenden veranda's. Waar dat op dit ogenblik al de temperatuur binnenin 40, 45 graden is. Is dit een zeer dankbaar product omdat de mensen dus hun doorkijk blijven behouden. En dat ze dus zeer hoge temperatuurdalingen bekomen. Dat het aangenaam zitten is in de veranda. Een investering in deze folie heb je in principe in 2 jaar terugverdiend.